Hallo, even testen. Hier ben ik live op Instagram en hier ben ik live op Facebook. Altijd even spannend kijken of alles goed werkt. Mocht er iemand op Instagram het zien, zou je het even willen laten weten. Eigenlijk geldt hetzelfde hier voor Facebook. Ik denk dat alles wel goed moet lukken. Ja. Ik denk wel dat het nu in orde is en dat alles werkt en loopt. Ik moet even dus wisselen tussen twee camera's. Maar in ieder geval heel erg leuk dat je kijkt en luistert. Normaal doe ik mijn Facebook Lives in het Engels, maar ik heb er nu even voor gekozen om het in het Nederlands te doen. Omdat ik vorige week toch best wel wat vragen heb gehad en dat waren echt wat specifieke vragen van mensen uit Nederland. Dus vandaar dat ik het nu even zo doe. Even kijken of hier ook nog alles klopt. Ja, mooi. Hey Yvonne. Mocht je dus kijken en alles werkt, laat het me gerust even weten. Wat er dus vorige week was, was dat ik geadviseerd had bij een bepaald jong paard dat agressie inzette om te kijken naar de reden waarom het paard agressie inzette. En ik heb een tijd terug, echt een paar jaar terug, was denk ik 85% van mijn klanten waren paarden die agressie vertoonden. En ik heb er heel erg veel mee gewerkt, heel erg veel van geleerd. En de centrale vraag die ik me altijd stelde bij al die paarden is: waar ligt hun pijn? Want ze doen ons als mensen misschien pijn, of ze proberen ons pijn te doen. Ze zetten agressie in, ze bijten, ze dreigen te trappen. Maar waar doet het pijn bij dat dier? En wat is de onderliggende reden van het gedrag? En dat is altijd een bepaalde pijn. En daarin denk ik dat het veel fijner is om te zoeken naar die onderliggende oorzaak en daar iets aan te doen, dan om het gedrag te corrigeren. En daar kwamen nogal wat reacties op. Mensen reageerden er emotioneel op mijn idee om het. Oh, ik haper. Hey, dat is jammer. Op zich, mijn internetverbinding is hier goed, zie ik. Ik hoop dat het zo voorbij is, het haperen. Maar de mensen reageerden daar emotioneel op en ze begrepen eigenlijk niet zo goed waarom ik in dat geval over me heen zou laten lopen, bij wijze van spreken. En waarom ik niet de baas zou zijn, waarom ik niet regels zou stellen en waarom ik niet drugs zou gebruiken eigenlijk. Eigenlijk kwam het daarop neer. En toen heb ik best wel wat privéberichten gekregen van mensen die daar meer informatie over wilden. En voor hen is daarom ook deze Facebook Live. Ik vind het zonde om dan alle vragen uit te typen. En ik doe het veel liever zo. Dus wat er denk ik gebeurt als een paard agressie inzet, kan je dat heel kort zien als de beste oplossing voor dat paard op dat moment. Je paard heeft evolutionair gezien, heeft vanuit training, vanuit heel veel leersituaties, heel verschillende strategieën meegekregen om zichzelf veilig en comfortabel te houden. En op dat moment heeft jouw paard ervoor gekozen dat agressie de allerbeste tactiek is om zichzelf veilig te houden. Dat is best wel verdrietig eigenlijk als een paard dat die conclusie getrokken heeft uit een bepaalde leerervaring. Dus dat is denk ik punt 1. Het is een verdrietige situatie. En ik denk ook dat daarin ouderwetse ideeën over dominantie en over leiderschap het alleen maar ingewikkelder maken. En er alleen maar voor zorgen dat je verder wegkomt van een oplossing in plaats van dichterbij. En ik denk dat het gebruik van druk of het gebruik van correcties het alleen maar vervelender en ingewikkelder maakt voor jouw paard. En dat het gebruik van druk en correcties alleen maar de pijn van de agressor, dus de pijn van het paard dat het agressieve gedrag laat zien, dat daar alleen maar erger door wordt. En die pijn wordt daardoor niet minder. Ondanks dat het misschien op gedragsniveau
matig niveau minder lijkt, is de emotie onder het gedrag niet veranderd. Het is een heel mooi voorbeeld van een rookmelder die afgaat. En het piept en het is een enorm irritant geluid. En wat je kan doen, is je kan de batterij uit de rookmelder halen. Dan ben je van de piep af. Maar niet van de rook die waarschijnlijk van het vuur komt. Waardoor je huis gaat afbranden. Nou, dat is een beetje het algemene idee van correcties en agressie. Of het nou gaat om echt serieuze agressie. Of dat het gaat over een paard wat dreigt. Dat maakt niet uit. Denk aan die rookmelder. Die rookmelder geeft ook al vroeg aan dat er iets niet klopt. Dan is het aan jou om te zien hoe jij dat wil oplossen. En ik vind verder het gebruik van druk liever niet. Maar ik denk dat het in sommige situaties niet zo heel schadelijk is voor een dier. Maar zeker als het gaat om die situatie waarin dat jonge paard dus agressief gedrag naar mensen inzetten. Dan denk ik zeker dat het alleen maar schadelijker is om op dat moment het gedrag te corrigeren. In plaats van te kijken naar wat het paard nodig heeft en wat het paard aan kan. Hey, wat leuk. Ik zie dat hier ook wel wat mensen kijken. Heeft hier iemand vragen over? Of is het tot hier eigenlijk wel gewoon duidelijk? En hapert het ondertussen ook wat minder? Want het haperen is echt wel wel rottig. Heeft er iemand misschien zelf ervaring met een paard wat agressief gedrag inzetten? En hoe zijn dat dingen waar jij mee om bent gegaan? Hey, leuk. Femke is er ook. Hey, Femke. dus wat ik verder nog hoorde in het hele gesprek over druk en over leiderschap, is dat mensen zeiden, ik wil... Oh, yes. Bedankt Yvonne. Het haper is weg. Kijk, mooi. Dat mensen zeiden, ik train graag zo natuurlijk mogelijk. En dat zou ik niet doen, omdat ik met voer train. Maar wat is het allereerste dat een veulentje leert? Plop, veulen komt uit de baarmoeder. Wat gebeurt er dan? Ze leren dan door positieve bekrachtiging dat ze uit het uier moeten drinken. Dus wat is er nou natuurlijker dan trainen met voer? Nou, wat ze als eerste leren is toch niet hun strategie voor alles. Maar ik bedoel, leren met positieve bekrachtiging is zoiets belangrijks in het leven van een paard. Ik denk dat we af moeten van het idee dat natuurlijk leren met druk is. En dat positieve bekrachtiging trainen met voer daarin kunstmatig is. En zomaar een trucje en niet natuurlijk. Ik denk dat dat echt volledige onzin is die we elkaar maar een beetje blijven vertellen en blijven vertellen. En dat het ook niet helpt. Dat het ons alleen maar verder wegbrengt van een oplossing naar een mooie, evenwichtige en gelijke relatie met je paard. Dus nee, trainen met voer is zeker natuurlijk. Want wat daarin verder nog wel belangrijk is, als we kijken naar paarden in het wild, dus niet zozeer paarden in onze gedomesticeerde setting, maar echt paarden in semi-wilde groepen die gelukkig zijn, wat doen die het grootste deel van de dag? Nou, het grootste deel van de dag zijn die gezellig samen. En wetenschappelijk gezien noemen we dat dan affiliatief gedrag. Ze vertonen gedrag waardoor de band tussen de paarden verbetert. Affiliatief. Agonistisch gedrag is gedrag waardoor de band tussen twee paarden of andere individuen verslechtert. Nou, hoeveel procent van de dag vertonen paarden nu agonistisch gedrag en affiliatief gedrag? Dat weten we niet, daar kunnen we geen cijfertjes aan plakken. Maar het gros van de interacties is affiliatief. Dus paarden leren ook van elkaar vooral door leuke interacties, door gezelligheid en door vriendschappelijke dingen. En niet zozeer door dwang en druk en dominantie of een verkeerd gebruik van woorden zoals leiderschap en rangen. Ook weer verkeerde ideeën die wij als mensen op een bepaald moment in ons hoofd hebben gekregen. Waarom? Weet ik niet. Die alleen maar onze band verslechteren. En niet ten goede komen. Hey Marie. Ja, dat is zeker een goed voorbeeld. Ik heb hem niet zelf bedacht natuurlijk. Maar ik gebruik hem heel graag. Omdat het een hele fijne mindset bij mensen oplevert. Het is
dom om een rookmelder die afgaat de batterij eruit te halen, zodat je af bent van het irritante gepiep en er verder niks aan te doen. Dus ja, dat zijn zo'n beetje de dingen die ik tegenkom. Heeft iemand misschien hier nog vragen over agressie en het gebruik van druk? Of zijn we klaar voor vandaag? Dat kan ook. Ja, ben ik wel eventjes bezig. Als er iemand nog vragen heeft, laat het me gerust weten. Want ja, ik kan ook die Facebook Live natuurlijk wel in het Nederlands doen. Hè? Dat is ook zeker een optie als dat fijner is voor jullie. Het maakt mij eigenlijk niks uit. Dus ik kijk wel wat jullie vragen zijn. Of ze Nederlandstalig zijn of Engelstalig. Dan ben ik daar volgende week weer op terug. Heel erg bedankt voor het kijken. En hele fijne avond nog. En mocht je dus je nog een keer willen bedenken waarom we eigenlijk wel of geen druk gebruiken, zeker in zo'n moment van agressie, denk dan nog een keer terug aan die rookmelder en dat het irritante gepiep uit de situatie.